Hoe stel je filters in binnen Google Analytics? Als je geen filters hebt ingesteld binnen jouw Google Analytics account, dan kan ik je nu eigenlijk al op een briefje geven dat al jouw data enorm vertroebeld zou zijn. Nou, een van de belangrijkste filters die sowieso eigenlijk in elk Google Analytics account ingesteld dient te worden, is het IP-filter. Dus via het IP-filter kun je dus eigenlijk de bezoekers, zoals bijvoorbeeld je medewerkers of jezelf of de webdesigner of het online marketingbureau dat jou ondersteunt, kun je eruit filteren zodat de data uit Google Analytics niet vertroebeld wordt door bezoekers eigenlijk die nooit klant zullen worden, omdat het je eigen medewerkers zijn of je webdesigner. Nou, hoe doe je dit allemaal? Je logt allereerst in natuurlijk op je Google Analytics account. Vervolgens ga je naar beheerder, dus dit tandwieltje. Dan stel je de filters in op het weergave niveau waarin jij het meeste werkt. En klik je hier op filters. Dan wordt het geladen. Nou, je ziet hier verschillende filters al staan. Ik klik op filter toevoegen. Nieuwe filter maken. Ik geef deze filter een naam. Bijvoorbeeld IP-adres. Dan kan ik het filtertype al op vooraf gedefinieerd laten staan. Het filtertype selecteren, bron of bestemming selecteren. Ik zeg hier verkeer van de IP-adressen. En ik geef hier dan aan welke IP-adres dit is. Nou, het IP-adres kun je gemakkelijk vinden door bijvoorbeeld even te googlen naar wat is mijn IP-adres. Er zijn talloze websites waarbij je, als je er eenmaal op klikt, kun je heel gemakkelijk zien wat jouw IP-adres is. En dan vul je hier jouw IP-adres in. Als je jouw IP-adres hebt ingevuld, dan klik je hier wat je daarmee wilt. Dus je wilt het uitsluiten. We willen hem uitsluiten, verkeer van deze IP-adressen. Dus als ik hier het IP-adres invul en ik klik op opslaan, dan heb ik op dat moment mijn IP-filter ingesteld binnen Google Analytics. Dan zal op dat moment bij de weergave die ik heb geselecteerd, niet de bezoeker van dat IP-adres meegenomen worden in de data.